Biden moesten we toch nog even bespreken, omdat mensen daar wat berichtjes over sturen. Omdat ze zeiden, ja Maarten, dat is niet bij één document gebleven. Nee, dat komt natuurlijk ook omdat zoals gewoonlijk mensen gehandicapt worden door twee factoren. Factor 1 is dat ze niet na kunnen denken. Een bekend euvel, vooral op de sociale media. En factor 2 is dat ze niets weten over geheimhouding. Dus zal ik dan maar even zeggen hoe het zit. Gaan we even dat raam een eindje openzetten. Ik dacht, ik zet de verwarming heerlijk op. Ja, nee, het is heerlijk warm. Ik zal hem in ieder geval iets zachter zetten nu. Want nu stoken we heel veel voor de buren. Ja, goed. Factor 1, kunnen ze eigenlijk wel nadenken, is dat de twee situaties... Ik begrijp best dat Biden in de problemen is geraakt vanwege het feit dat hij veel kritiek had op Trump. Die documenten mee naar huis had genomen, naar Mar-a-Lago. Maar het zijn twee fundamenteel verschillende situaties. In het ene geval gaat het over bewust meenemen. Ik neem dat mee. En in het tweede geval, namelijk in het geval van Biden, gaat het over slordigheid. Hij heeft die documenten ooit bij zich gehad. Die heeft hij waarschijnlijk geraadpleegd en die zijn blijven liggen. En ja, dat, ik heb mezelf als voorbeeld gegeven. Als je daar in die kamer zou gaan kijken, weet ik niet hoeveel staatsgeheimen daar nog niet opgeborgen liggen. Natuurlijk heeft hij sommige dingen laten liggen. Het tweede punt is dat er ontzettend veel kritiek is op de klassificatie van wat eigenlijk geheim is en wat niet. En daar stond een heel goed stuk, vond ik ook een lang stuk in Foreign Affairs, waarin staat dat het Amerikaanse klassificatiesysteem volkomen geschrift is. Dat als je een berichtje uit de krant knipt en in een officieel dossier legt, dat binnen een week ook staatsgeheim is, dat mag niet meer geopenbaard worden. En dat werd iets dunner overgedaan in de New York Times, waarin ook werd uitgelegd dat klassificatiesysteem eigenlijk aan een zeer fundamentele herziening toe is, omdat eigenlijk bij de Amerikaanse overheid alles geheim is. Dus ik blijf bij mijn opvatting dat dit is een typische flutcrisis. Natuurlijk opgeblazen doordat de Republikeinen het een fantastisch idee vinden dat ze Biden hier nu mee lastig kunnen vallen. Maar nogmaals, ik herhaal het nog maar even. De twee situaties zijn naar mijn idee totaal verschillend. In het ene geval is het niet met opzet en bovendien was Biden direct bereid om die spullen af te staan aan het archief. Wat, als ik het goed heb begrepen, overvol is. Het gaat om miljarden documenten per jaar die als geheim worden geclassificeerd. En het tweede punt is dat dat hele klassificatiesysteem niet goed snik is. Dus blijf ik bij mijn opvatting dat het flutnieuws is. Maar je weet dat niets is zo interessant en leidt tot een zo onbegrijpelijke opwinding als flutnieuws. En je begrijpt dat natuurlijk ook voor rechts Nederland een ontzettend leuk was. Dat Biden in de problemen was geraakt. Dat alsof dit op zichzelf vergoelijkend is voor wat Trump heeft gedaan. Nee, dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar nogmaals, wat Biden heeft gedaan is heel iets anders dan wat Trump heeft gedaan. En dat er iedere keer nieuwe berichtjes komen van hey, alweer een... Ja, dat is vrij surf en het is natuurlijk ook zo klaar als een klontje, laten we wel wezen. Dat ze wisten dat al enige tijd, maar hebben we gewacht tot de tussentijdse verkiezingen achter de rug waren. Dat is nou weer niet zo overtuigend natuurlijk. Maar ik blijf erbij, de situaties waren fundamenteel verschillend.